Hallo, we gaan babyslofjes maken en de behendelingen kunnen dit ook aan. Dit is wat we gaan breien en ik wil vooral de nadruk leggen op de verkorte naalden, want die heb je later voor de grote kousen ook nodig. Dit is een simpel patroontje en ik zal het samen met jullie afbreien. Oké, ik heb 45 steken opgezet. Ik heb een naald averechts en een naald rechts gebruikt. En nu ga ik nogmaals een naald averechts steken traag breien voor degenen die het vergeten zijn. De steek opnemen, draad omslaan. De steek opnemen van achter naar voor. Dat is belangrijk. En dit is een leuke bezigheid om te beginnen. Het is een keer iets anders dan lapjes breien of dekens aan elkaar maken en alles ook een ding. Nog een naald rechts. Dus gewoon insteken vooraan dan, omslaan, afhalen, insteken, omslaan. Afhalen, insteken, omslaan, afhalen. Maar ik heb een filmpje dat aanleert om rechts te breien. Alleen was het toen nog met ondertitels, zonder geluid. Dit is geen babywol. Ik heb een dikkere naald genomen dat jullie het goed kunnen zien wat ik doe. Maar normaal wordt het een babywol gebruikt met een naald nummer 2,5 of 3 naar gelang u vast of losbreidt. Ik heb nu 4 rijen gebreid, zoals u ziet. En ik heb laatst een naald rechts gebreid. En nu ga ik nog een naald rechts breien.
zoals je ziet hebben we nu een rebbeltje. En nu gaan we weer verder een naald averechts breien. Tot we 4 rebbels bekomen. Zoals deze. En dan gaan we verder met het voetje. Dus tot straks.